11 januari 2020. De meeste vragen die ik krijg hebben te maken met printen, maar vandaag kreeg ik de vraag of ik haar kon helpen met dat lint in haar jurk. Het leek me niet moeilijker dan een veter in je schoen corrigeren. Maar goed, ik help graag. Het was een deerndelachtige jurk, maar dat zonder decolleté en met het lint en de lusjes aan de voorkant. De uiteinden van het lint waren nu ongelijk, dus wilden ze gelijk hebben. Door wat te sjorren en te trekken kregen we het voor elkaar. Ze was nu alleen wat ingesnoerd. Kijk, je ziet er gelijk fantastisch uit, complimenteerde ik haar. Ze glimlachte. Precies 0,8 seconden. Toen keek ze me streng aan en zei, oh, dus hiervoor zag ik er niet fantastisch uit. Ik wist niet dat complimenteren zo gecompliceerd kon zijn. 8 januari 2020. Vandaag weer begonnen en het was weer een onmerkelijke dag. Dus de volgende 3 korte verhaaltjes. Meneer, heeft u een pleister? Ze had zich bij het papiervouwen in haar vinger gesneden. Ik veerde op. Voor dit soort gevallen heb ik speciale pleisters, namelijk buurman en buurman pleisters. Met hartstikke leuke plaatjes. Ze vindt het ook heel leuk. In de studio zit nog een studente. Ze zag hoe ik de pleister om de andere studenten haar vinger plakte. Ze prelde een beetje op haar lip en keek inspecterend naar haar handen en armen. Ik heb ook een wondje, zegt ze zachtjes. Dan praat ik even met een van de vaste klanten. Ze vertelt over haar vorige relatie en haar dromen. Ze wil een camper, maar wilde die niet delen met haar vorige relatie. Maar nu is het anders. Met hem wil ik hem wel graag delen. Nou, wat let je? Heb je het met hem over gehad? Nou, hij weet nog van niks. Nou, vertel het hem dan. We hebben nog geen relatie. Vorig jaar was ze afgestudeerd. Vandaag kwam ze even langs. Ik ken haar als een harde werkster, een perfectionist. Overdag deed ze de academie, terwijl ze 's avonds in een restaurant werkte tot 1 uur 's nachts. Ook had ze een zaterdagbaantje achter de supermarktkassa. Ik vroeg hoe het ging en ze vertelt dat ze nu een superleuke baan heeft. Maar al gauw zie ik dat er iets verkeerd zit. Haar perfectionisme in combinatie met deadlines en een gebrek aan grafische kennis breken haar op. Je ziet de tranen over haar wangen biggelen. Ik troost haar en help haar met wat instellingen in InDesign. Na wat pep talk en technische steun zie ik haar gelukkig weer glimlachend de deur uitgaan. En dan opeens besef je dat je meer functies hebt dan je dacht. Eerste hulp, relatietherapeut en ook nog psycholoog. 18 december 2019. Jij bent Floor? Er is al een Floor in de studio nu. Is dat een probleem? Wel nee, you are second Floor now. 15 december 2019. Tergend langzaam neem ik de laatste slok van mijn cappuccino. Ik weet dat dit moment het laatste rustige moment van een hele lange dag gaat worden. Een marathon. Het is 8:58. Voor mijn deur staan de verdoemden te trappelen. Zij die geen reservering meer hebben kunnen maken voor een van de printers en die weten dat ze zullen branden in hel als hun presentatie niet op tijd klaar is. Ik moet een renner zijn. 1 minuut later is de studio veranderd in een stresskippenhok. Gelukkig heb ik als 11-jarige aan simultaan schaakwedstrijden meegedaan om die ervaring, om in 3 seconden een situatie te overzien en een beslissing te kunnen nemen, komt er vandaag goed van pas. Er is 1 meisje dat me spontaan helpt met de posters in de zakjes doen. Als ik haar wil helpen, blijkt ze 2 prestigieuze fotoboeken te willen maken. Helaas is de allereerste stap al misgegaan en van de rest van het traject weet ze nog niets. Ik geef korte duidelijke instructies, maar ik zie haar al wegzakken in het moeras. Het hele vuur reeds reflecterend in haar opengesperde ogen. Ik knijp in haar arm. Je kunt het. Ik stuur haar regelrecht de jungle in met monsters als snijmachines, rilmachines en zadelhechters. Uren later staat ze weer bij me in de rij. Haar blik is anders. Ze heeft beren in hun kruis geschopt en slangen met haar blote tanden uiteengereten. In haar honden 2 prachtige fotoboeken. Ze glimt van geluk. Ik ben zo trots op je, zeg ik tegen haar. En echt, that's what keeps me running all day. 10 december 2019. I can't find my job. It is somewhere on the desktop. Ik kijk naar haar scherm. Hier heeft iemand de complete inventaris van een middelgrote bibliotheek 2 hoog uit het raam geflikkerd. Ik krijg een acute OCD-aanval. Nadat ik ben bijgekomen, laat ik haar zien dat je de desktop ook kunt weergeven in een mapje. En dat je dat mapje in elke volgorde kunt zetten wat je maar wilt.
In het laatste geval, of in haar geval, last opened. Kijk, daar staat het document helemaal bovenaan. Ze heeft ogen als schoteltjes. Did I make your day? My day, my life. 20 november 2019. En hoe ga je dat dan inbinden? Nou, gewoon met een rekje, zegt ze met een Vlaamse tongval. Een rekje? Wat is een rekje? Ze maakt wat gebaren met haar handen alsof ze iets uitrekt. Oh, je bedoelt een elastiekje. Nou, meer een touwtje waar rek in zit. Wat een geweldig rijke taal is het toch, dat Vlaams. 30 oktober 2019. Zwart-wit laserprintjes kosten maar de helft van full-color-printjes. Dat weet inmiddels elke student. Ik help haar met printen. Omdat ze nog geen studentenpas heeft, kan ze bij mij binnen. Ik vraag aan haar of haar complete verhaal, een verslag, helemaal zwart-wit is. Ja, helemaal zwart-wit. Dan volgt er een kleine pauze. Met een klein beetje kleur. 2 oktober 2019. Ze had een nieuwe tattoo. Haar schouder. Een rondje met een stip. Ik vroeg of het een aan- en uitknop was, want daar leek het nog het meest op. Ze vond het een hele rare opmerking. 10 juli 2019. Gehoord bij een van de printers. Ik wil wat dikker papier, want dat is minder transpirerend. 17 mei 2019. Ik wil posters laten printen. Kan dat hier? Ja hoor, hoe groot moeten ze dan worden? Ze steekt twee wijsvingers op en wijst een maat aan. Ik zie aan de maat dat dit wel een heel klein postertje gaat worden. We noemen dit geen poster, maar een flyer, zeg ik tegen haar. Ze begrijpt het. Ze wil er 100 hebben. Ik help haar met printen en snijden. Even later zie ik haar met de stapel flyers lopen. Ze struikelt bijna over een tas en de flyers vliegen de lucht in. Aha, je bent al begonnen met flyeren, zie ik. Ik kon het niet laten, het vloept er ineens uit. 18 april 2019. Hij wil een boekje over duiven printen. Wat voor papier wil je voor het binnenwerk, vraag ik hem. Oh, ik heb alleen maar buitenfoto's geschoten hoor. 14 juli 2018. Hij staart naar een zwart vel papier dat zojuist uit de printer komt. Ik kom even naast hem staan en staar mee. Hij doet het niet. Wat doet hij niet? Nou, printen. Ik zie mijn foto niet op dit papier. Maar je hebt een zwart papier in de printer gedaan in plaats van wit. Huh, ja, dus? Verwacht je dan dat er een gewone foto uit de printer komt? Elk op onze eigen manier zijn we even verbaasd.